De titel van paragraaf 10.4 is zoals je hier ziet de Europese eenwording. En het kenmerkend aspect dat erbij hoort is de eenwording van Europa. Hoe origineel kun je zijn? We zullen gaan kijken in deze video naar het ontstaan van de Europese Unie. En daarbij zullen we zien dat dat begint als een economische samenwerking, maar uiteindelijk loopt dat uit op een verregaande politieke samenwerking. Bij het vak maatschappijleer komt de Europese Unie ook voorbij en de werking van die Europese Unie. Dat is niet wat er in deze video voorbij zal komen. In deze video gaat het vooral om die historische context, zoals men dat noemt. Oftewel, hoe is nou eigenlijk die samenwerking tot stand gekomen? Waar komt die vandaan? En die samenwerking die begint al meteen na de Tweede Wereldoorlog. Tenminste, dan begint men erover na te denken. Want de Tweede Wereldoorlog is voorbij en men wil in Europa koste wat kost voorkomen dat er weer een nieuwe oorlog plaats zal vinden. Maar dan wordt men al heel snel bang, want in Duitsland vindt het zogenaamde Wirtschaftswunder plaats. De Duitse economie, die van West-Duitsland in ieder geval, die groeit heel sterk na de Tweede Wereldoorlog. Duitsland is verdeeld geraakt in Oost en West. En West-Duitsland zoekt graag aansluiting bij de rest van West-Europa. Maar ja, door die groei van die Duitse economie wordt dat land toch een beetje met argusogen bekeken. Want dit zorgt voor een grote angst voor de herleving van het Duitse militarisme. Oh jee, nou worden de Duitsers weer sterk. En wat nou als ze weer hun land op gaan bouwen en als ze weer een oorlog willen gaan veroorzaken? Dat is eigenlijk een beetje de angst die er leeft. En ja, daar moet een einde aan komen, vindt men in Europa. Er moet geen oorlog meer zijn. En ja, die angst die is met name in Frankrijk heel sterk. Frankrijk is tot twee maal toe in een wereldoorlog terechtgekomen, met Duitsland als tegenstander. En de Fransman Schumann, die we hier zien, die komt op een gegeven moment met een plan. Hij zegt, de Duitse en Franse kolen- en staalindustrie, die moet gemeenschappelijk bestuurd gaan worden. Als we dat doen, dan is de kans heel groot dat er niet snel nieuwe oorlogswapens gemaakt worden. Want daarom kiest hij juist die kolen- en die staalindustrie uit. Deze twee takken van de industrie zijn nodig als je een groot, modern bewapend leger op wilt bouwen. En Schumann denkt van, hey, als we als Duitsers en Fransen nou eens gewoon samen gaan werken, dan is de kans ook klein dat we weer zo'n sterk leger op gaan bouwen. Nou, mooi gedacht natuurlijk. En in Duitsland heeft men daar eigenlijk ook wel oren naar. En dan zien we dus dat dat eigenlijk het begin betekent van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS. Zes landen besluiten in 1952 om een kolen- en staalindustrie onder een gemeenschappelijk bestuur te brengen. Je ziet hier staan welke zes landen dat zijn. De reden waarom ze dit dus deden, nogmaals, voorkomen dat er ooit weer een grote Europese oorlog uit zou breken. En ja, langzamerhand worden de banden zo beter tussen die landen. En dan zie je dus ook dat ze gaan zeggen, ja, misschien moeten we verder gaan dan alleen dat kolen en staal. En daarom wordt in 1957 de Europese Economische Gemeenschap opgericht. We moeten niet alleen op het gebied van de kolen- en staalindustrie gaan samenwerken, nee, we moeten sowieso steeds meer economisch gaan samenwerken. En dat zijn nog steeds deze zes landen. En later volgen daar deze andere landen bij. En we zullen zien dat het uiteindelijk nog verder toeneemt, maar dan zitten we alweer ver na 1986... Dus we laten het even tot hier. Nou, steeds meer landen in Europa zie je dus economisch samen gaan werken. En dat is goed voor die landen afzonderlijk, maar ook voor Europa als geheel. Want daardoor staat het sterk als economisch blok tegenover bijvoorbeeld de Verenigde Staten en ook de opkomende economieën in Azië, met name Japan. Maar uiteindelijk breekt er wel die oliecrisis uit die we in de vorige paragraaf ook al hebben gezien. Dat leidt tot de stagnatie van de Europese economie die zo ongeveer tot 1985 duurt. En ja, dan gaat men zich toch wel eens even achter de oren krabben. Want die Europese Economische Gemeenschap, die samenwerking, heeft die oliecrisis ook niet kunnen voorkomen. En ondanks de samenwerking gaat het dus toch minder goed met de economie. Dus ja, wat moeten we dan? En dan zie je dus dat men gaat vinden dat de belemmerende nationale verschillen moeten verdwijnen. Er moeten steeds meer gemeenschappelijke regels komen, want dat zou goed zijn voor de economie als geheel. En daarnaast zien wij rond 1990 nog een andere ontwikkeling. En die heeft ook weer te maken met een eerdere paragraaf, namelijk die van de Koude Oorlog. Duitsland is na de Tweede Wereldoorlog uiteengevallen in Oost en West. Maar in 1990 wordt Duitsland weer één land. En de vraag is hoe dat grote land midden in Europa, hoe dat de machtsverhoudingen gaat aantasten. En of die de machtsverhoudingen sowieso gaat aantasten natuurlijk. Maar die angst die is er wel. Die angst voor het Duitse militarisme is nog steeds niet helemaal weg. Ook al zijn we nu al 45 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat zorgt ervoor, deze twee ontwikkelingen die we hier in die pijlen zien,
dat in 1992 de Europese Economische Gemeenschap om wordt gevormd tot de zogenaamde Europese Unie. Een begrip, dik gedrukt, dus je kunt er al wat over vinden in de begrippenlijst. Maar ja, wat doet die Europese Unie verder? Die wil dus ook op politiek gebied meer samen gaan werken. En er komt dus meer macht voor de Europese instellingen. De Europese Commissie, het Europese Parlement. Nogmaals, zaken die bij maatschappijleer voorbij zijn gekomen, die in het boek ook wel even worden aangehaald. Daarnaast besluit men in 1992, in het verdrag van Maastricht, dat er ook één Europese munt moet komen. In 1992 hebben we in Nederland nog de gulden. Hebben we in België de frank. Net zoals in Frankrijk er ook een frank is. Er is een Duitse mark. Er is de Italiaanse lire en ga zo maar door. Nee, er moet één Europese munt komen, besluit men al in 1992. Want dat is goed voor de ontwikkeling van de economie. Dat bevordert de kracht van de Europese Unie, van Europa als economisch blok. En uiteindelijk leidt dat in 2002 tot de invoering van de euro. En dan zien we dat de Europese Unie sowieso nog sneller gaat groeien, want in 2004 komen er 10 nieuwe lidstaten bij. Dat zijn staten die eerst bij de Sovjet-Unie hoorden, of die in ieder geval in Oost-Europa lagen, voormalige communistische gebieden vooral. En die treden nu dus ook toe tot de Europese Unie. Dus het blijft groeien en het blijft groeien. Maar daarmee komt wel de vraag weer boven tafel van ja, hoeveel macht gaan we nou als aparte landen aan die Europese Unie geven? En moet er dan bijvoorbeeld ook niet een keer, als we toch al zoveel samenwerken op politiek gebied, een Europese grondwet komen? En er wordt een Europese grondwet opgesteld. De verschillende landen die mogen beslissen of die er ook gaat komen en wat er dan precies in gaat komen. En daarom wordt er zowel in Frankrijk en Nederland als eerste referenda gehouden, waarbij de bevolking dus geraadpleegd wordt. Wat willen jullie? En in 2005 wordt die Europese grondwet zowel in Frankrijk als in Nederland afgewezen. Je ziet hier op het kaartje staan, 1 juni 2005, toen was dat referendum over die Europese grondwet. En bijna 62% van de Nederlandse kiezers zegt nee, die grondwet hoeft er niet te komen. En de vraag is, waarom dan niet? Want we hebben nu nog steeds geen Europese grondwet. Nou, er waren eigenlijk twee redenen voor waarom men Europa ondanks de grote groei toch een beetje was gaan wantrouwen. Want ja, die macht van die Europese instellingen, gaat dat dan niet ten koste van de macht van de landen afzonderlijk, van de nationale soevereiniteit dus? Moeten wij de zaken als Nederlanders bijvoorbeeld zelf beslissen, of laten wij ons allerlei zaken opleggen vanuit Brussel, de bestuurshoofdstad van de Europese Unie? Dat gevoel leefde bij heel veel Nederlanders heel sterk. Daarnaast was een andere belangrijke reden om die grondwet af te wijzen, het feit dat die nieuwe lidstaten waren toegetreden, want dat waren vaak wat armere landen. En ja, dat zorgde dus ook voor dat dat een bedreiging was voor de welvaart in West-Europa. En op dit moment leven we dan ook eigenlijk in een tijd waarin het heel onzeker is welke kant die Europese Unie op zal gaan. Gaat die meer macht krijgen? Of proberen wij als afzonderlijke landen toch zoveel macht bij onszelf te houden? En welke landen komen er bijvoorbeeld nog bij die Europese Unie? Dat is de vraag. Feit is in ieder geval wel dat die Europese Unie en haar voorgangers er wel voor heeft gezorgd dat er in Europa nu al een tientallen jaren durende vrede is. En als je terugkijkt naar de Europese geschiedenis, dan is dat best wel uniek.